Als de bijen van de aardbodem verdwijnen, heeft de mens nog slechts 4 jaar te leven. Geen bijen, geen bestuiving, geen planten, geen mensen. Aldus Albert Einstein. In de kast zit 1 koningin, daar zitten heel veel werksters in. Werksters, het woord zegt het al, dat zijn de werkpaarden. En er zitten darren in, maar de darren zitten eigenlijk alleen in de zomer erin. Op het moment, zeker in de winterperiode, zitten er geen darren in. Want de darren zijn uitsluitend voor de bevruchting van de koningin. Er is maar 1 koningin, ja, zo werkt het in de natuur. Als er zo'n 2 in zitten, dat gebeurt wel eens. Maar dan worden die afgestoken, want ze hebben aan 1 koningin en hebben ze voldoende. En de sterkste wind, ja, zo werkt het meestal, hè? Dus ook bij de bijen. De darren, die hebben ze in augustus, dan hebben ze werk gedaan. Wat de bevruchting betreft, dus dan worden alle mannetjes uit de kast verwijderd. De werksters zijn eigenlijk de werkpaarden. Die doen bijna alles in de kast. Die zorgen dat de koningin te eten krijgt. De koningin die eet niet zelf. Die krijgt het voer aangereikt door de werksters. En de werksters die houden de kast schoon. Die zorgen voor de nectar, dus de honing die binnenkomt. Die zorgen voor, voor het stuifmeel. Dus dat zijn echt degenen die het echte werk doen. En de darren doen bijna ja, alleen de bevruchting en verder doen ze niks. Wij zeggen altijd, voor 1 oktober moeten de bijen ingewinterd zijn. En inwinteren wil zeggen dat wij dus de bijen het voer geven om de hele winter te kunnen leven. Wat wij dan noemen overwinteren, de bijen gaan niet in winterslaap, wij zeggen de bijen gaan in winterrust. Ze gaan zich heel rustig gedragen, ze komen eigenlijk ook niet meer uit de kast. En ze kruipen bij elkaar op een bol, echt gewoon normaal, dus als een tennisbal. En als het koud is, kruipen ze dichter bij elkaar. Als het warm is, wordt die bol wat groter en gaan ze verder uit elkaar zitten. De buitenste bijen, die halen de suiker, hè, om de 5000 bijen te voeren, de koningin te voeren. Ja, en de buitenste bijen koelen af en als ze afgekoeld zijn, kruipen ze weer naar binnen. Dus het circuleert gewoon door. Alleen de koningin die blijft middenin zitten. En de bijen zorgen ervoor dat de koningin op temperatuur van ongeveer 27 graden warm blijft. Bijen die sparen eigenlijk gewoon in hun lijf gewoon de behoefte besparen ze op. En in het voorjaar dan vliegen de bijen naar buiten en dan poepen ze het gewoon uit. Ja, en dan heb je inderdaad van die mooie gelige plakkers. Ja, en dan zeker, wat vroeger ook wel eens ooit gezegd werd, als je dan de lakens buiten had, had je allemaal van die vieze bijenstront erop zitten. Pakweg zo rond 1 april, dan begint de bijenkast echt te groeien en weer te leven. En dan krijg je dus ook weer de nieuwe zomerbijen. De meeste imkers van Asten die gaan bestuiven in Heleneveen op de blauwe bessen. En wanneer gaan we? Wij gaan meestal, als het enigszins mee zit, het ligt een beetje aan de temperatuur natuurlijk en aan het weer in het voorjaar. Want als er geen bloempjes in staan, heeft hij niks aan onze bijen. En hij verwacht meestal eind april, begin mei dat wij er staan.
dan staan we er plus minus 4 à 5 weken. Nou, we zijn net in Heleneveen geweest en daar hebben wij zo'n 70 bijenkasten neergezet bij Veens. Hè? Dat is de blauwe bessenkweker daar. Veens huurt ons elk jaar in voor de bestuiving van zijn bessen. Bestuiving is heel erg belangrijk en zeker voor een bessenkweker. Want een bessenkweker wil natuurlijk volop opbrengst hebben. Zo groot mogelijk opbrengst. Want dan brengen we hem natuurlijk weer centjes in de la. De honingbijen die zorgen voor de bestuiving. Dus die zorgen ervoor dat er een goede vruchtzetting plaatsvindt. En dat wil zeggen dat er een goed vruchtje aan de struik komt. En het zorgt ervoor voor een hele hoge opbrengst eigenlijk. Daarnaast zijn het niet alleen honingbijen die daar voor de bestuiving zorgen. Hij zet ook onder andere een aantal hommelkasten neer. Hommels die bestuiven we net op een andere manier als honingbijen. Die vliegen bijvoorbeeld bij lagere temperaturen. Die vliegen de bloem anders aan. Waardoor er ook weer een andere, betere bestuiving plaatsvindt. Naast de hommels zijn er ook heel veel solitaire bijensoorten die ook aan bestuiving doen. Eigenlijk alle bijensoorten doen aan bestuiving. En met name de solitaire bijen, een tweetal soorten, die worden ook ingezet bijvoorbeeld bij de blauwe bessenteelt. Ook om te bestuiven. Bestuiving is natuurlijk niet alleen voor een bessenboer belangrijk, maar als je het in het grotere geheel kijkt, als je kijkt naar de landbouw wereldwijd eigenlijk, dan zijn ongeveer 75% van de cultuurgewassen, dus van de landbouwgewassen, is afhankelijk van insectenbestuiving. Vallen de bestuivers weg, dan houdt tegelijkertijd in dat de voedselproductie ook flink omlaag gaat. We kunnen de mensen zelf doen om te zorgen dat er een goede bestuiving plaatsvindt. Is in ieder geval om te zorgen dat als je een tuintje hebt, dat je gewoon hele diverse planten in je tuin hebt. Waar allerlei bestuivers op kunnen vliegen. Een bestuiver, en dan noem ik eigenlijk alle insecten, die hebben een gevarieerd voedselaanbod nodig, zoals ook wij dat eigenlijk nodig hebben. Dus spuit niet met gif, zorg dat je bloemdragende struiken en planten in je tuin hebt. Dat is wat mensen eraan kunnen doen. En wat ook heel leuk is voor in je eigen tuin, is bijvoorbeeld die insectenhotelletjes die je tegenwoordig overal in de winkel ziet. Ik zeg altijd, maak ze zelf, want in de winkel, meestal zijn die niet zo goed. Die moet je eigenlijk zelf maken, dat ze eigenlijk een lange nestingang hebben. En dan kun je, als je die ophangt in je tuin, dan zie je zelf de bijen vanzelf komen.